Kijk eens Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Op een hele rare locatie zit ik. Dierenopvangcentrum, Spijkenisse. Ik wil eruit. Ik voel me opgesloten. En al die katten en die honden die hier zitten, vele tientallen, die willen net zoals ik, willen ze eruit. Help ons. Monique, haal me eruit alsjeblieft. Monique van de Klooster van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dankjewel dat je me hebt bevrijd. Maar je zou nog veel meer dieren willen bevrijden, hè? Hoeveel heb je die hier zitten? Ik heb ongeveer 40 katten zitten. En tussen de 40 en de 50 en tussen de 20 en de 30 honden. En die zijn allemaal op zoek naar een nieuw baasje? Ja, allemaal op zoek naar een nieuw thuis, naar een gouden man. De dieren komen hier met de dierenambulance, opvang op allerlei manieren. Tot zelfs dat ze aan het hek worden vastgebonden, is dat niet? Ja, dat klopt. Ja, jammer genoeg wel. Ja, jullie zouden toch wel heel graag willen dat de kennels helemaal leeg komen. Hè? Dat de dieren bij mensen thuis komen. Of er nou Spijkenisse is of ergens anders op Voor in de Putten. Maakt allemaal niet uit. Nee. Mensen kunnen jullie opzoeken en ook naar de dieren kijken via een website. Ja, wij hebben een website, dat is ikzoekbaas.nl. Daar staan alle asielen op die aangesloten zijn bij de dierenbescherming. En dan kunnen ze alle katten en honden en zelfs andere dieren opvinden. Alle honden, alle katten zijn even belangrijk. Zeker. Maar Botlek TV, Link Media haalt er elke week eentje eruit. Ja. Dat wordt het dier van de week. Ja. En daar ga jij dan wat over vertellen. Absoluut. Jij wordt eigenlijk de nieuwe presentator van Botlek TV, Link Media. U hoort het, kijkers, Botlek TV, Link Media. Kom naar hier. Kijk op de website. Ik presenteer de nieuwe presentatrice van Botlek TV, Link Media, Monique van de Klooster. Veel succes. Dankjewel. Hi, ik ben Monique, coördinator van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. En we gaan vandaag het eerste filmpje maken voor Dier van de Week. Dit is Ben, onze Bengaal. Dus ons eerste dier van de week. Ben. Benny. Ben heeft er geen zin in vandaag. Ben is een volwassen peuter. Dus het is een volwassen kat. Maar als hij ergens geen zin in heeft, dan gaat hij het niet doen. En als jij ergens geen zin in hebt, dan gaat hij het wel doen. Het is een Bengaal. Daar is onze Ben. Hallo, schat. Wat een plaatje. Toch? Ben zoekt een thuis zonder andere katten, zonder honden en het liefst niet bij kinderen onder de 6 jaar. Ligt natuurlijk wel aan je kind, maar ongeveer 6 jaar is echt het minimum. Waarom niet bij katten? Ben heeft jammer genoeg katten-aids en dat is heel besmettelijk. Waardoor wij zo'n kat natuurlijk wel graag bij iemand in huis plaatsen die één kat wil. Maar hij kan gewoon echt niet met andere katten. Het risico is natuurlijk ook dat Ben ziek kan worden. Ja, dus je neemt een kat in huis waarvan je niet weet hoe lang die nog meegaat. Het is net als bij mensen. De ene kan er gewoon 80 mee worden en de andere wordt ziek en haalt de komende 2 jaar niet. Zo ook met Ben. Dus we zoeken echt iemand die daar bewust voor gaat. En die ook snapt dat er eventueel medische zorg aankomt.